Banjo Town. Hallo mensen van Banjo Town. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chille Zaterdag. Chille Zaterdag. Vandaag zijn we keihard terug met Mikado, maar niet zomaar Mikado. Dit is al Mikado Extreme. Nu is het Extreme Game Mode. Extreme, Extreme, Extreme. Doe ja, vandaag. Want er zijn sommige stokjes die zijn gespannen, zo, die staan zo gebogen, dat als je die eruit trekt, dan schiet alles schiet omhoog. Schiet het hele spel omhoog. Mikado heeft ook verschillende game modes, die staan op de doos, dus verschillende spelregels waardoor het spel anders is. Wij spelen vandaag dat deze knikker, die is juist 5 pluspunten waard. Dus ja, juist mag je 5 knikkers aftrekken van je totaal. Kun je zelfs positief uitkomen als je het goed doet. Ja. Met positieve punten. En we gaan eerst één bepaalde kleur uit wegwerken en daarna gaan we een andere kleur doen. Eerst hadden we iedereen heeft zijn eigen kleurstokje. Nu doen we dus eerst groen. Dan zijn die op en dan doen we blauw. En dan kun je dus veel minder bepalen wat je wilt doen. En we gaan nu de knikker erin stoppen. In de lekker in het midden. Precies. Oké. Ik stel voor dat Bardo gewoon begint. Het zou lekker zijn. Oh ja? Ja. Ik stel voor dat we dan met... geel beginnen? Groen beginnen. Groen. Groen! Dat is de enige groene ding, het staafje die een beetje hoog zit. Dat is wel tactisch van je. Ja, ik denk... Oh nee, ik voel me nu al genaaid. Van. Aangeraakt is trekken, hè? Ja. Dat zou ik even kunnen van piemen op. Aangeraakt is trekken. Ja, dat is gewoon niet uit. Dat is al gespannen. Ja, doe het. Ik heb me aangeraakt. Je hebt aangeraakt. Aangeraakt is trekken. Shit, dat hele bord... dat ging super strak. That's what she said. Oké, pas op. Wow. Hij komt er niet eens doorheen. Wow, man. Je moet gewoon naar die andere kant gaan rossen nu. Oh, hier komt hij eruit zeker. Nee, deze. Nee, dat is niet. Je zit aan de andere te rollen. Ik zie geen flikker. Ja, juist. Oh. Viel nog mee. Oh. Wow, die gele schoot er niet geweest. Oké, ik heb hem. Groen. Kun je er al nemen? Ik had er al een. We gaan het hebben. Huh? Oh, ik was naar Bardo dan. Oh, ja. Dan ben jij nu weer Bardo, dan ben ik daarna weer. Je hebt het gewoon gecheat, Thomas. Ja, ik heb vorige gedronken. Waarom doe ik dit ook? Groenen zijn al bijna om. Nou ben ik er weer van. Nu is Rick. Rick is, anders verneuken we de hele ronde. Laten we het niet helemaal verneuken. Oké dan. Groen. Hier vallen de knikkers. Dit is de laatste groene zeker? Nee, nee, twee. Hier is nog één. En dan mag ik weer bepalen welke we doen. Dat is leuk. Oh, dat is leuk hoor, leuk. Ik hoef er niet heel lang over na te denken. En laatste groen alsjeblieft. Die jongen. Tractaties. Ja, eigenlijk was ik aan de beurt. We hebben ons niet aangehouden aan de volgorde. Nee, het ging toch gewoon zo. Dat is toch veel logisch. Ik dacht gewoon tegen mijn vrienden. Welke kleur doen we, Bardo? Hey, je raakt die blauwe aan. Oké, dan zijn we, dat doen we dus. Kutregel. Kinder, speelplaatsregel. Aangeraakt trekken. Oké. Aangeraakt trekken. Oké. Alright. Een hele vieze beweging. Oké. Hij zit echt super. Even me gebreid tussen die andere dingen. Hij gaat zo bloem, tussen al die stokjes door. Dat is toch mooi? Geeft iedere stok een tik, zo van. Even voor de duidelijkheid: het is 5 voor Thomas, 2 voor Rick, 0 voor Bardo. Bardo is pro. Dit zijn gewoon 2 in 1 gaatje. Bardo heeft dit gemaakt. Oké. Was het echt 2-9 gaatje, hè? Ja. Dat is net een porno gewoon dit. Echt, hè? Hele vieze. Hele vieze porno. Hele vieze balletje is een 2-9 gaatje. Dat is ook gelijk de titel van de video. 2-9 gaatje. Oké, deze dan. Denk ik misschien. Nee, eigenlijk niet, maar ik heb hem nu aangeraakt. Dus ja, dus trekken. Trek, jong. Trek goes. Oké, 4. Redelijk. Redelijk hoeveelheid. Vergeet niet dat de gele punten waard is, hè? Dat laten we dat niet vergeten met z'n allen. Nee, dat vergeet ik zeker niet. Heb je de gele? Nee. Die noem dan even op. Kan hem wel. Mag ik de laatste blauwe pakken, Bardo? Ja, ik snap het ook niet, want hoe kan het? Waarschijnlijk zijn mijn stokjes kwijtgeraakt. Ja, dat is. Ja, dat moet wel. Banjo down! Ja, echt hoor. Tering, jantje. Ik heb nu die gele dat ze echt vies zijn. Nee, Bardo. Oké. Eén knik hoor. Wow, dan moest je echt voor val spelen bijna. Oké, nou mag ik de kleur kiezen. Nou, die gele gaat toch nog niet vallen. Ik bedoel, die gele bal dan, hè? De gele bal. De bal die geel is. Ik moet even een beetje spannend. Overzicht. In principe. Als ik jou was, zou ik voor de gele gaan. Ja, toch wel, hè? Toch wel. Ja, oké, maar leuk. Ik vind het leuk. 5 zit ik nu op. Dat mag allemaal.
toolbarder door jouw hoest verplaatst hebt. Alles. Het verandert het hele spel. Nee. Zou ik hem nog een tikje geven? Ik zag het toch nog op mijn bek, jongen. Oh, kom ja. Maar, kom dan. Oké, oké. Nee, ik word gewoon een beetje... Oh! Nee! Oh! Vieze smeerpijpen! Hopen dat Bardo nu alle knikkers krijgt. Wat was? Even voor de kijkers, hè. Wat heb ik? De gele knikker! Oh! Bardo staat oh. Op plus 2 punten. Je hebt een positief puntensaldo. Ik ben de enige met over 2 punten. Ik kan me de laatste keer dat ik een positief saldo heb niet meer herinneren. Die jongen. Grapje. Jij bent. Oké, ik ben. Oké. Alleen over aan jij. Oké. Geel. Oké. Dat is niet voor. Nope. Ja, dat moet niet trekken. Betrokken is genomen. Trekken voor mijn leven. Ja, dit wordt echt een ramp. Nu gaat het zelf veel vallen. Ja, jammer. Ik heb wel een fijne plek. Zal ik een tussenstandje doen, Thomas? Als je nog durft. Oh, dat viel mee. Oké, tussenstand. Tussenstand, Bardo. Tussenstand, Bardo. Plus 2. Tussenstand. Plus 1. Plus 1. Ik heb er... plus 0. 0. Nulletje. Ik heb 0. Ik heb er... 3 plus 3 plus 8. 8 heb ik er. Nou, ik denk dat oranje nu is. Oké, jij... Thomas. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik sta weer achter. Ik zuig echt hard. Zijn wij fysieke zuigen? En deze keer hebben we niet eens vals gespeeld. Deze keer niet, nee. Ze hebben me verteld dat ze de vorige keer gewoon het hele spel hadden gerikt en ik moest per se niet zuigen. We hebben wel gewonnen. Ja. Oh. Huh? Ik zit daar niet eens aan. Nee, weet ik. Zo, echt? Zo werkt zwaartekracht. Ik moet jou nou uitleggen hoe zwaartekracht werkt. Zo. Ja, laat maar. Ik ga weer weg. Ja, dit is echt... Nou, het voordeel is, ik kan niet meer verliezen bijna. Als jij nog aan het stokje vasthoudt, dan trek ik gewoon die toren weg. Oh, oh ja hoor, Bardo. Dat is thanks, toch... thanks, man. Pak jij een stokje? Nee! Relativiteit. Hey. Nee! Jij bent echt gek, joh. Ja, motherfucker ben jij. Nooit zo weinig knikkers laten vallen met één stokje. Ja, niet goed. Auw! Nee, niet blij. Je bent over. Ik voel geen pijn. Oh, oké. Okay. Voor hem is pijn een... Pijn is fijn. Auw! Ik voel geen pijn. Wat? Ja, ik probeer hem te balanceren op eentje, maar dat werkt niet. Wat heb je nu het spel beëindigd? Ja. Nu ben ik en dan... Ja, klaar. Oké. Dus eigenlijk dit is nu heeft Rick gewoon verloren. Ja, ik heb weer verloren. Even kijken naar de stand. Zal Rick ooit niet verliezen in dit spel? Kijk, zo verliezen we die stok. Hey, kijk nou hoe gebogen dit is, man. Kut, Rick. Rick, fucking hell. De grond ligt er ook heen. Auw. Oh. Oh. Jij hebt verloren. Bij de verliezer. Oké, ga weg. Nee, niet op mij! Niet op mij, man! Oké, even de punten. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Jij hebt het klaar. Serieus, gewoon stapel, maar dat het een stokje is. Ik hier, ken hem. Het is pijnlijker dan je denkt, Bardo. Kijk dan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dude! 9. Zeg een mini-zweepje. Bardo heeft 4. Ik heb er 8, jij hebt er 12. Ik win! Woe! Ik win! Nou, oftewel, nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze Tiele Zaterdag. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Abonneer hier beneden, geef een blauw duimpje omhoog hier beneden. En tot dan! Hey, dit gaat het opruimen. Oh man, later! Geen voor de auto.